deze plek, beste mensen, ben ik in 1961 mijn loopbaan bij de voetbalvereniging Roon begonnen. En dat ik hier nu 50 jaar later weer staan, dat had ik nooit bedenken toen de tijd niet. We kregen toen training van Ep Piek. Ep Piek, dat was een icoon van de voetbalvereniging die geweldig veel doen heeft voor de jeugd, niet alleen bij de voetbalvereniging Roon, maar ook voor de afdeling Drenthe. Door heeft hij veel scoutingswerk voor verricht en nog veel meer dingen. En wij kregen de eerste gemoedelijke training van Ep. Hij zei, jongens, je kreeg allemaal even een bal van mij. En de eerste oefening zeggen, hij zegt, speel de bal maar even naar mij toe. En als je dat kunt, dan is het al heel wat. Nou, zo begonnen we dus. Nou, geweldig, positief. Goed zo zeggen, goed zo zeggen. Nou, en hier heb ik mijn eerste jaren zo bij de voetbalvereniging terechtgebracht. En nou, alles wat er van meer van bij komt is metnomen. Maar Ep, dat was dus de man die eigenlijk een grote pluim verdient voor alle dingen die hij gedaan heeft. En daardoor moet ik hem altijd nog dankbaar voor wezen dat wij onder hem, ook als leider van tweede elftal, samen met Jacob Holm, hebben heel veel successen beleefd. Een keer de vierde plaats in de reserve eerste klasse, dat was een topprestatie. En dat is allemaal gebeurd onder verantwoordelijkheid van Ep Piek. En nog altijd voetballen we hier met plezier. Op het veld D, op het hoofdveld of op het veld B. Het gaat allemaal mooi. En zolang het nog wil, beste mensen, doe ik deur. En er komt hopelijk nog een stukje van Jorden bij. Maar dat zien we dan wel weer. Even een balletje hoog houden. Yo! Beste leden van de voetbalvereniging Roden. Hier zien jullie de aloude tribune van de voetbalvereniging Roden, die ook heeft gestaan bij de oude veld aan de Kanaalstraat, bij de Mosterdpot in de buurt. Het is een geweldige tribune. Toen de tijd zaten de kleedkamers er nog niet aan vast, maar die zijn er later bijgebouwd. Het is in gedeeltes is de hele tribune op vrachtwagens naar de Norgeweg getransporteerd, om zodoende weer door vele mensen in elkaar te worden gezet. En dit is het resultaat van de tribune. En nog, iedere zondag als Roden thuis speelt of om de 14 dagen heeft iedereen er nog plezier van om op de tribune plaats te nemen. Boven de tribune is er de radiokamer. En ook was Roel Lubbers jaren speaker van de voetbalvereniging Roden bij wedstrijden van het eerste elftal. En dat ging dan zo. Dames en heren, van harte welkom op een zonovergoten sportpark Roden bij de wedstrijd Roden Pijzen. Het is weer een kraken van je welste en ik hoop dat u een prettige wedstrijd zult beleven met vele doelpunten. Voordat we met de wedstrijd beginnen, noem ik u de opstellingen van beide elftallen. Om te beginnen met onze gasten uit Pijzen. De opstelling is als volgt. U hoort wel, de oudgedienden doen het nog goed van Pijzen. Doelman Timmer zal het doel verdedigen en bij Roden is dat Jaap Greveling. De rest van de opstelling zal ik u op dit moment even besparen, want het duurt veel te lang.